Welkom mensen op het internet en op YouTube struinende en mijn vlog tegenkomen over deze Volvo XC90 uit 2008 meen ik. En uiteraard aan mijn trouwe kijkers. De komende dagen ga ik me bezighouden met deze XC90 in zwart met een aantal stappen die uitgevoerd moeten worden. Het is echt een meerdaags project. Je ziet ook, hij is nog smerig, want zelfs de vogelpoep ligt nog allemaal op de ruit, op de motorkap. En wat staat eigenlijk allemaal op het programma? Heel veel stappen eigenlijk, best wel veel voor de komende dagen. Dat is sowieso de koplamp polijsten en strak maken. De voorruit polijsten, want daar zit een bepaalde krassenlaag in, met name aan de bestuurderskant. De lak gaat in een aantal stappen schoongemaakt worden en gepolijst worden en voorzien van Xeon keramische coating. Daarnaast gaan de stoelen moeten gereinigd worden, het leer moet gereinigd worden. Het stuur moet hersteld worden, want er zitten wat kale randjes op het stuur, op het gedeelte van het leer. En de velgen schoonmaken, die gaan in de coating. Ben ik nog wat vergeten? Ongetwijfeld. En het leer, wat is een 7-zitter. Dus de achterste stoelen moeten ook omhoog geklapt worden en schoongemaakt worden. En hier heb ik 4 dagen de tijd voor om dat uit te voeren. Nu een keertje een wagen zoals die inderdaad smerig is en op die manier ook aangeleverd wordt over het algemeen. Vaak zie je mijn vlogs beginnen met een gewassen auto. Nou, in dit geval laat ik hem een keertje de andere kant zien wat er aan moet gebeuren. Ik zal ook de motorruimte hier en daar wat schoonmaken. En dan eigenlijk het glaswerk. Ook in de voorruit gaat ook nog in de coating. Dus genoeg te doen de komende dagen. Ik ben er echt heel druk mee. Dus ik pak even de camera op. Dan laat je even de vuiligheden zien, zo gezegd, tussen aanhalingstekens. En dan ga ik morgenochtend beginnen met eerst de wagen wassen. Zodat ik dat stap van het traject al gedaan heb. En dan kan ik aan het interieur beginnen om dat soort zaken aan te gaan pakken. Ik pak even de camera op en dan laat ik je zien wat de staat van de auto is. Tot zover. Nou, dan beginnen we even met de koplamp. Nou, dat is wel duidelijk, hè. Dat is... Ik zal er even een lampje bij pakken. Het interieur wat, het leer wat schoongemaakt moet worden. Goed, uitstofzuigen, het kunststof verzorgen. Dit, en dan loop ik zo meteen even om. Via de achterkant. Het leer, velgen zijn smerig. Dus de kofferbak waar het nodige aan grondzand en andere dingen in zitten. En dan gaan we even naar het stuur. Hier kun je eens goed zien, er zit een kale randje op. Hier zit een kaal randje op en daar zit ook een kaal randje op. En dan voor de rest het leer even goed schoonmaken. Want het heeft voor de rest geen schade, het is alleen behoorlijk vuil. En je ziet ook, alles ligt nog vol met flesjes, papiertjes, propjes, etcetera, etcetera. En de lak is vuil, de ramen zijn vuil. Kortom... Een leuke klus voor de komende dagen. Nou, goed, zie je hier vogelpoep, vieze lak. En zo gaan we de komende dagen aan de slag. Vind je het wederom interessant om te volgen? Ik weet niet hoe lang deze vlog gaat worden, want de een neigt van naar 6-5 minuten en de ander soms een half uur. Ligt er een beetje aan hoeveel het werkzaamheden en hoeveel effort ik erin wil stoppen om inderdaad de vlog met elkaar te schrapen en in elkaar te zetten. Dus ik weet niet hoe lang die gaat worden. Voor nu zou ik zeggen, blijf zeker even kijken. Het liefst tot het einde. En dan hopelijk kun je zien wat uiteindelijk het resultaat gaat worden. Dus tot zover. Voor jullie tot de volgende shot en voor mij is het tot morgen. Inmiddels aanbeland bij de volgende dag. Ik heb gisteren eind van de dag toch nog even het aantal zaken opgestart en afgemaakt. Dat is sowieso de wagen even compleet gewassen een aantal keren. En het interieur even leeggeruimd van alle rommel die erin lag en gestofzuigd.
Normaal gesproken maak ik in zo'n traject van een aantal dagen, doe ik altijd eerst het interieur en daarna het exterieur. En nu doe ik het een keer andersom. Eerst het exterieur en daarna het interieur. Want de periode dat ik heb om interieur te doen, kan ondertussen mooi de coating drogen. Anders ga ik het net niet redden voor zaterdag. Ik heb vandaag op het programma staan, sowieso even de koplamp polijsten en helder maken. En de voorruit polijsten. En dan als laatste, en dan denk ik dat zal dan rond eind ochtend, begin middag, beginnen aan de buitenkant. En dat zal dan waarschijnlijk na het avondeten nog doorgaan om morgen hem in de coating te kunnen zetten. En dan heb ik vrijdag voor de laatste zaken als het interieur helemaal nalopen, het leden compleet reinigen en voeden, kunststof verzorgen, et cetera, et cetera. Dus voor nu ga ik beginnen met het exterieur. We gaan eerst met de koplamp beginnen, motorkap open, afplakken en dan schuren en uiteindelijk coaten. Ja, hij kwam onder het vuil, kwam hij er toch redelijker netjes uit als dat ik verwacht had. Maar goed, ik moet hem nog steeds een aantal stappen polijsten om hem strak te krijgen voordat de coating erop gaat. Tot zover. Vindt leuk om... Koplamp rechts voor heb ik inmiddels uitgevoerd, is geschuurd en ingecoat. Daar zie je zometeen wat foto's voor en na van. Zo gezegd, ik heb al het een en ander bij elkaar gezocht. Ik pak even de rest van de spullen en dan ga ik lekker aan de slag. Vooruit polijsten. Linkerzijde is klaar. Ik ga nu aan de rechterzijde beginnen. Ik heb van de binnenkant uit even met mijn andere telefoon, want ik doe alle opnames met de telefoon. Heb ik even aan de binnenkant gemaakt, zodat je de krassen van tegenlicht ziet. Dus ik ga nu dit afmaken. Opstarten. Nu zitten hier de stickertjes precies over de krassen heen, dus vandaar dat je ze niet ziet, maar ze zitten er wel. En dit is de andere kant die ik reeds gedaan heb. Opstarten, afmaken en dan laat ik weer een shot zien met de hoeveelheid krassen die er uitgehaald zijn. Zo, de voorruit is klaar. Tape verwijderen. De restraam schoonmaken, dat komt later als ik de coating ga plaatsen. Zo, met een mooie voorruit. Vervolg van het traject. De lakpolijster. Yeah.
De lak qua krassen, of tenminste hologrammen en swirls en poetsbanen, valt op zich nog mee. Maar toch, om een zo strak mogelijk resultaat te krijgen, zeker omdat er coating overheen gaat, polijst ik en start ik altijd met rotary. En dan een compound, dan uiteindelijk de krassen eruit polijsten en dan afbouwen naar excentrisch. Met een medium polijst en dan een finish. En dan is in principe dan de lak is klaar voor de coating van voor de volgende dag. En in dit geval dan morgenochtend daarmee beginnen. En dan ga ik altijd eerst even ontvetten. Maar primair begin ik mijn coating altijd met rotary. Het lampje erop. Scan de grip. Kijk. Daar willen we graag naartoe. Ik zeg wat ik al aangaf. Qua, ja, er zitten wel wat hologrammen in. Maar het is niet zwaar. Het is niet echt dat je zegt van wow. Nee. In al het enthousiasme om te gaan polijsten van de wagen. Vergeet ik bijna de kunststofdelen af te plakken. Nu heb ik een redelijk behoorlijke vaste hand en goede machinecontrole. Maar dat zijn net van die randjes. Waar je dan toch per ongeluk net even een... vlekje kan maken. En voorkomen is beter als genezen. En zeker met kunststof wat al 15 jaar oud is. Gaan we dat even netjes afplakken. Zo, de eerste twee rondes polijsten zitten erop. Nu de laatste stap, final step. En dan is het een kwestie van morgen aan de slag. Laatste dingetjes even schoonmaken voor morgen. En dan kan ik morgen aan de coating beginnen. Drie staps polijsten zit erop. Dat is mooi, zou je denken. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad helemaal top. Ik ga nog wat gereedschap opruimen. En daarna dan ga ik even de ramen allemaal even schoonmaken en polijsten. En dan met een polijstmiddel specifiek voor glans. En een residu van kalkspetters en dat soort regendruppels.
eruit halen. Zodat het glas weer lekker helder wordt. En ik gebruik er een ander polijsmiddel voor als dat ik voor de vooruit gebruik. Want die is specifiek voor krassen. Natuurlijk ook wel op glans brengen, maar dit is wat zachter voor andere zaken zoals dat op glas zit. Dus we zijn nog steeds op schema. Ga goed! Gisteren na het polijsten, we zijn inmiddels weer bij de volgende dag aangekomen. Gisteren na het polijsten heb ik uiteindelijk toch nog even de velgen schoongemaakt, verder schoongemaakt en in de coating gezet. Dus dat scheelt weer een klusje voor vandaag. Want ik heb nog genoeg te doen wat dat betreft. Ondanks dat we op schema liggen. En voor het coaten, want daar ga ik natuurlijk zo meteen aan beginnen. Altijd eerst even ontvetten. Polijstresidu. Dat je dus echt een schone lak krijgt. Zo gaan we even de hele auto afmaken. Dus dan rondje ontvetten zit erop. Kunststof heb ik meteen even ook ontvet, zodat ik dat ook in de coating kan zetten. En laten we maar gaan beginnen. Als die wil lopen, even het tuutje bovenin zetten. Dan loopt het wat makkelijker. Zo. Here we go. Step one. Eerste ronde coating zit erop. Dan kan deze drogen en kan straks de tweede laag eroverheen. We zijn weer een poosje verder in de tijd. Wordt tijd voor laagje nummer 2. Laatste dag van de werkzaamheden. Het interieur nog. Interieur reinigen, leer reinigen. En ik moet een beetje schadeherstel plegen. Er zit hier een kale rand op het stuur. Hier is een kaal randje en hier zit een kaal randje. En voor de rest ramen nog binnenkant en buiten. Binnenkant en de buitenkant moet ik nog schoonmaken. Of nalopen. De voorraad moet sowieso nog nalopen. Want er moet nog coating op. En dan gaan we aardig richting het einde. Dus voor eerst, ik ga eerst nog een keertje stofzuigen. En dan ga ik beginnen met het leer schoonmaken. Het kunststof, et cetera, et cetera. Het is qua schoonmaken klaar. Het enige wat ik nog rest doen is het leer voeden. Nog wat kleine dingetjes afmaken van kunststof. Raam aan de binnenkant nog. En dan nu ga ik aan het stuur beginnen. Ik heb het even afgeplakt alvast. Zodat ik het kan schoonmaken en kan lichtjes op kan schuren zonder dat ik het houtwerk aanraak. En er mag natuurlijk uiteraard geen verf op het houtwerk komen. Dus vandaar even afgeplakt, knopjes even afgeplakt. En dan ga ik nu dit stukje nog even schoonmaken, lichtjes opschuren, ontvetten. En dan ga ik de verf maken. En dan ga ik net zo lang matchen totdat ik de juiste kleur heb. En wat ik al aangaf in meerdere vlogs, ik probeer 99% kleurgelijkheid te halen.
En dus dat is altijd wel weer een uitdaging. Zeker omdat je te maken hebt met 64 miljoen kleuren. Dus ja, doe je best zou ik zeggen. Dus dit tot zover. Ik ga u even schoonmaken en dan zien we straks nog even terug. De Volvo XC90 is klaar. Hij kan terug naar de eigenaar. Afgelopen dagen, even resume. Afgelopen dagen bezig geweest met glaspolijsten. Krassen uit de voorruit halen. Koplamp hersteld die verweerd en geel geworden was. Uiteraard het exterieur. Lakdieptereiniging, polijsten in een aantal stappen. Ontvetten en uiteindelijk in de Xeon keramische coating geplaatst. Daarna ben ik begonnen met het interieur. Leerreinigen, interieurreinigen, leervoeden, stuur herstellen. Daar zaten wat kale randjes in. En de velgen heb ik in de coating gezet. Het is al met al voor een 15 jaar oude auto weer een zeer nette wagen geworden. En de eigenaar kan weer de komende jaren genieten van glans op de lak. En alles wat daarbij komt kijken. Voor nu bedank ik voor jullie aandacht. Vind je het leuk om het te volgen? Abonneer dan op mijn kanaal of op het belletje waar dit weer een nieuwe verschijnt. En van mij krijg je uiteraard nog het bekende rondje van de zaak. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor de belangstelling en wellicht tot de volgende video. Ciao.